was de eerste superheld een vrouw. Vanuit Versus in Hasselt, dit is de Universiteit van Vlaanderen. Was de eerste superheld een vrouw? Als we deze vraag bekijken vanuit het perspectief van de filmgeschiedenis, kan ik daar voorzichtig een bevestigend antwoord op geven. Ik weet niet, ik ga ervan uit dat onder jullie er een heleboel mensen zijn die regelmatig eens naar de film gaan, naar de cinema gaan. Mogelijk zijn jullie vorig jaar gaan kijken naar de film Wonder Woman. Jullie waren dan een van de vele miljoenen die zijn gaan kijken. Het film was een groot succes. Het was opvallend of een opmerkelijke film, omdat het de eerste film was van dit decennium met een vrouwelijke superheldin of een vrouwelijke protagonist in de hoofdrol. Waarom zeg ik opmerkelijk? Wel, dat komt natuurlijk omdat we eigenlijk jaarlijks, soms zelfs twee keer per jaar met een superheldenfilm worden geconfronteerd. Heel vaak krijgen we zelfs reboots, dus men begint eigenlijk helemaal opnieuw met de verhalen te vertellen van de gekende, toch voor heel veel mensen, mannelijke superhelden zoals Spider-Man, Superman, Batman, noem maar op. Je krijgt een heleboel van die reeksen die we steeds opnieuw te zien krijgen. Er werd geschreven over Wonder Woman. Wel, is dit misschien een tijd dat keert? Heeft Hollywood eindelijk na zoveel jaren door dat je wel wat aan kan met vrouwelijke superhelden of met vrouwelijke sterren die dragend zijn, die de rol en de film helemaal dragen? En als we 100 jaar ongeveer, grosso modo, in die filmgeschiedenis gaan kijken, dan zien we daar eigenlijk een zeer interessante episode, een moment in de filmgeschiedenis waar je eigenlijk al een gelijkaardig fenomeen had, een fenomeen van films over vrouwelijke, noem ze gerust, superhelden, die zeer grote successen kenden aan de kassa. Nu, 100 jaar geleden, dat is dus de jaren 10 van de 20e eeuw, dan zag alles er een beetje anders uit, zeker in de filmgeschiedenis. We spreken op dat moment van stille of stomme film. Ik prefereer de term stille cinema, dat klinkt iets minder pejoratief. Nu, wat moet je daarover weten als je je daar niets bij kan voorstellen? Wel, het filmmedium was aanvankelijk gewoon een beeldend medium. Er werd geen geluid of er was geen geluid beschikbaar of geen synchroon geluid beschikbaar bij de fotografische bewegende beelden. Die duurde tot ongeveer 1927. Dat is de periode waarin we eigenlijk overschakelen van een stille cinema naar de geluidscinema. Nu, wat gaat men doen in deze periode om dit een beetje mogelijke problemen van complexe verhalen, soms moeten personages toch wel dingen met elkaar kunnen communiceren, om dat eigenlijk een beetje mogelijk te maken, ging men tekstpancartes gebruiken. Dus je had beelden en die werden onderbroken door tekstpancartes waar stukjes dialoog op stonden of andere teksten en zaken die nodig waren om het verhaal te kunnen volgen. Nu, deze films tijdens deze stille periode werden niet in stilte bekeken. Je moest daar niet stil op je stoel zitten. Je werd altijd, je kreeg een pianobegeleiding. Dus je kreeg iemand die piano speelde of iemand die een ander instrument speelde. Soms was er een heel orkest. Het hangt er een beetje vanaf waar, in welke stad je bijvoorbeeld de film ging bekijken. Soms stond er ook iemand naast het scherm die wat uitleg gaf. Dat kon ook. Dus dat kon iemand zijn die de beelden een beetje becommentarieerde. Soms kreeg je acteurs die stukken tekst opzegden of er werden geluidseffecten voorzien. In deze periode had je ook, je had eigenlijk al dus heel veel narratieve films. Vanaf, laten we zeggen, 1905 had je echt een grote toename van films en de interesse van het publiek groeide ook jaar na jaar. Maar dat waren eigenlijk korte films. Die films die duren 12 tot 24 minuten. Waarom 12? Wel, dat is de lengte van één filmspoen, van één filmbobijn. En soms werden voor één titel, voor één verhaal, werden er twee spoelen met elkaar gecombineerd en dan kreeg je een film van ongeveer 24 minuten. Dus dat was eigenlijk een beetje de standaard lengte. Ging je naar de cinema, dan kreeg je een programmaatje van verschillende korte films. Dit verandert in de loop van de jaren 10. Dat is een belangrijke periode. Er gebeurt heel veel technologische ontwikkelingen, maar zeker ook de korte films worden langzaam maar zeker lange films. Nu, om een beetje terug te keren naar natuurlijk de vraag van vandaag. De vraag is, was die eerste superheld in de filmgeschiedenis natuurlijk, was dat mogelijk een vrouw? Daarvoor moet ik even jullie wijzen op een heel interessant fenomeen dat plaatsvindt in de loop van de jaren 10. Daar gaat men een heleboel serials maken, filmseries gaat men produceren. Je kan het een beetje vergelijken nu met streamingdiensten. Je kan inderdaad, je krijgt natuurlijk ook gewoon op televisie, kan je dus naar filmreeksen, naar series kijken, waar je dus week na week of episode na episode krijg je eigenlijk een verhaal verteld.
Dat was ook zo in de jaren 10. Dan kon je wekelijks of tweewekelijks naar de cinema gaan en kon je een film gaan bekijken. Dat maakte deel uit van een één langer verhaal. De films waren vaak ook wel afzonderlijk interessant te bekijken. Elke week was er wel iets heel bijzonder of iets heel indrukwekkend aan die films te zien. Ze zaten vol met stunts en spektakel en met allerlei op dat moment heel moderne bijvoorbeeld voertuigen. Je kreeg scènes met vliegtuigen of met treinen of met heel hardrijdende auto's. Nu, wat was er bijzonder aan die serials, aan die reeksen? Die werden allemaal gedragen door een vrouwelijke hoofdrolspeelster. Dus de protagonist, het hoofdpersonage, was een vrouw. Niet zomaar vrouwen. Het waren vrouwen die, zo schreef ook de kritiek, toch wel opvallend op dat moment mannelijke eigenschappen hadden. Op dat moment, het genderprofiel is een beetje anders dan nu. De ideeën over wat een ideale vrouw allemaal moest betekenen of zijn, was een beetje anders dan nu. En wat men als typisch mannelijk beschouwde, waren bijvoorbeeld eigenschappen als moed, zelfredzaamheid, vrouwen die zelf initiatieven nemen, die zich als een sociale autoriteit echt in de wereld kunnen bewegen. Die allerlei dingen kunnen, zoals met vliegtuigen bijvoorbeeld vliegen, die allerlei dingen durven en die zeker en vast niet bang zijn van de wereld en die dus hun eigen mannetje kunnen staan. Ze waren titels, ik zal ze maar voorbeelden geven van titels, dat gaat meteen tot de verbeelding spreken, want het zijn zeer grappige titels. Titels van deze reeks waren bijvoorbeeld The Adventures of Dorothy Dare, hè, dus de avonturen van Dorothy of Dorothy Durf. Of The Perils of Pauline, hè, de perikelen van Pauline. Of The Exploits of Elaine, de exploten van Elaine. The Adventures of Caitlin en ga zo maar door. Dus je krijgt een heleboel titels die meteen ook wel de lading dekken en die meteen ook duidelijk maken dat het hoofdpersonage, hè, de persoon waarmee we moeten meeleven, die de hele actie draagt, dat dat een vrouwelijk hoofdpersonage is. Nu, deze figuren, deze bijzonder heldhaftige, deze bijzonder moedige, toch wel heel straffe vrouwen, die waren niet uitgevonden door de filmindustrie. Die bestonden eigenlijk al, of die waren toch al aanwezig, niet alleen een beetje in de historische, sociologische realiteit, maar ook wel in de culturele verbeelding. Dus je had eigenlijk op twee niveaus waren deze vrouwen, die werden trouwens meestal omschreven als de serial queens, de koninginnen van de series, die bestonden al enerzijds in de maatschappij. Dus ze waren een sociologisch fenomeen, natuurlijk niet in de vorm die je in de films te zien krijgt, maar natuurlijk, dat is een soort van utopische uitvergroting van een bepaalde realiteit. Maar die bestond al wel. Dus je hebt in deze periode, we zitten na de eeuwwisseling, we zitten in die eerste decennia van de 20e eeuw, er verandert heel wat. Zeker voor jonge vrouwen. Vrouwen die zichzelf vaak ook wel de naam New Women of the New Woman meegaven. De nieuwe vrouw staat op. Wat is die nieuwe vrouw? Dat is iemand die niet noodzakelijk onmiddellijk gaat trouwen of niet alleen maar denkt aan een huwelijk bijvoorbeeld. Die wat langer wacht of die niet trouwt. Die kinderen uitstelt of helemaal geen kinderen meer wil. Die deel gaat uitmaken ook bijvoorbeeld van het werkveld. Dus niet langer alleen maar in die private sfeer gaat blijven waar ze in de loop van de 19e eeuw toch wel werd, tenminste, vrouwen van hogere en middenklasse werden geacht om toch in die domestieke sfeer te blijven. Zij komt daaruit. Ze gaat zichzelf nieuwe seksuele, nieuwe reproductieve, nieuwe juridische, nieuwe politieke rechten toe-eigenen. Dus die nieuwe vrouw is een fenomeen dat aan de ene kant heel erg veel mensen zal boeien, ze fascineert, maar ze zal ook wel een beetje angst inboezemen. Want wat gaat er allemaal gebeuren met deze nieuwe verandering? Wat zal dat betekenen voor de hele maatschappij? Dus je hebt daar die figuur die bestaat, is een sociale realiteit, en die wordt meteen opgepikt door die filmindustrie. Anderzijds heb je ook een intertextuele voorganger van deze vrouwen, van deze serial queen. Namelijk, als je gaat kijken naar theaterteksten of naar grote stukken, sensationeel melodrama bijvoorbeeld, dus zowel het meer upscale theater of het meer elitaire theater als het meer volkse theater, krijg je meer en meer sterke vrouwelijke figuren. Figuren die meer durven, die meer kunnen, die zelf initiatieven nemen, die zelf keuzes maken. Nora van Ibsen bijvoorbeeld. Maar je krijgt ook in sensatiemelodrama krijg je ook vaak grappige omkeringen van typische, van een beetje clichés of van genderconventies. Bijvoorbeeld het cliché van de arme deerne die vastgebonden zit op de sporen en moet wachten tot ze wordt gered door een man, meestal door haar lief of door iemand. Iemand moet haar komen redden. Men vond dat een leuk idee om dat eens om te keren. Waarom laten we de vrouwen dit niet doen? Dus we zetten iemand in een brandend gebouw of op een zinkend schip en in plaats van dat dat dan een vrouw is die weerloos daar zit, krijg je een weerloze man die wordt gered door een toch wel heel pintere en heel snelle
snelle, een heel atletische jonge dame. Je had dat ook in de literatuur. Je had zowel sentimentele literatuur als domestieke fictie, waar toch wel wat verandering langzaam maar zeker duidelijk is in wat men acht, waarvan men vrouwen toe in staat acht. Maar je ziet dat ook bijvoorbeeld in girls fiction. Hè. Dus avonturen geschreven voor meisjes, die worden letterlijk avontuurlijker. Hè. Er worden meer mogelijkheden geboden om toch buiten de traditionele genderpatronen, hè, of buiten die verdeling te gaan denken. Dus je had dat. Je hebt een heleboel teksten, je hebt een heleboel culturele constructies, die liggen daar klaar. Die kon men natuurlijk gaan gebruiken ook voor deze serial films. Net zoals nu, als je gaat kijken, de superheldenfilms die nu door Hollywood worden gemaakt, die zijn ook gebaseerd op comicbooks. Men kan daaruit putten, jarenlange verhaallijnen die klaar liggen, men put daaruit, men gebruikt die. Zo deed men dat ook in de jaren 10. Je krijgt ook nog andere gelijkenissen of toch overeenkomsten tussen beide periodes. Zo kan je ook bijvoorbeeld zien dat er een heel grote merchandising bestond. Nu kan je overal petjes en hoedjes en boekentasjes van Superman en Spiderman kopen. Dat kon je ook in de jaren 10. Kon je lepeltjes kopen of hoedjes of grappige sjaaltjes van je favoriete heldin, van The Hazards of Helen of van de heldin uit The Adventures of Caitlin. Dat kon je toen ook al kopen. Toen had men evenzeer inzicht in de mogelijkheden van afgeleide producten. Wat ook nog een opvallend en toch een boeiend gegeven is aan deze periode, is dat je ziet dat waar men deze films op verkocht of waar men deze films echt op aan, hoe men deze film aan wilde prijzen, was om te wijzen op het feit dat de stunts dat die echt waren. Die werden uitgevoerd door de actrices zelf. Die durfden heel wat. Ze sprongen op rijdende treinen, inderdaad. Ze lieten zich meesleuren met paarden bijvoorbeeld die weggaloppeerden. Ze deden dit allemaal zelf. Dit werd benadrukt. Het gevaar, de moed, de durf was niet alleen op film te zien, maar was ook echt. Die echtheid, die authenticiteit, die natuurlijk die films zal onderscheiden van onder andere het sensationeel theater. In het theater moet alles nep zijn, kan je geen echte brand tonen, kan je geen echte storm tonen. Dat kon je allemaal uiteindelijk wel door op locatie te gaan filmen en door de actrices dit allemaal daadwerkelijk te laten doen. Dus een belangrijk verkoopsargument. En deze verkoopsargumenten zijn ook weer, of resoneren ook weer, denk ik, met de dag van vandaag, wanneer je Tom Cruise hoort opscheppen over het feit dat hij ook alles zelf heeft gedaan, of tenminste Tom Cruise, het is de hele marketingcampagne achter dit soort van heldenfilms, die dit ook allemaal gaan benadrukken. Net zoals je speciale effecten ook hebt die mensen naar de cinema moeten lokken, was eigenlijk de aantrekkingskracht of het speciale effect hier de vrouwelijke stunt, de bijzondere atletische viriliteit van deze dames. Nu, is dit allemaal feministisch of was dit allemaal feministisch of vooruitstrevend? Niet echt, niet helemaal. In de eerste plaats, en dat weten jullie natuurlijk allemaal, ik ga niemand teleurstellen als ik dit zeg, draait het natuurlijk om geld. Omdat de eerste serial film met een vrouwelijk hoofdpersonage zo'n gigantisch succes was, een film uit 1909, dacht men, we laten ons het nog eens proberen. Dat bleek ook een succes. En dan maakte men nog eens zo'n film, dat bleek ook een succes. En zo is men maar blijven doorgaan tot men eigenlijk een bepaalde formule helemaal heeft uitgemolken en tot die niet echt meer tot de verbeelding sprak. Dus het was gewoon winst. Het was geld, het bracht op. Dit zorgt ervoor dat men dit soort films gaat blijven produceren. Aan de andere kant, en dat is een tweede aspect van het verhaal dat ik nog niet echt heb verklapt, ik heb het nog niet echt verteld aan jullie, maar wat je krijgt is, je krijgt natuurlijk die moedige, die heldhaftige, die zeer indrukwekkende stunts en van onze actrices en van onze personages uiteraard ook uit de films. Maar af en toe krijgen we ook een moment waarop deze vrouwen toch even het slachtoffer moeten zijn. Waarin we toch noodzakelijkerwijs even moeten gekidnapt zien of ontvoerd en helemaal vastgebonden door een aantal boeven, door een criminele bende, noem maar op. Of toch weer de scène waarop onze arme heldin toch zelf vastgebonden zit op de sporen en moet wachten op hulp en op redding. Dat hadden we nodig om een soort van balans te vinden. Die balans was noodzakelijk. Dus aan de ene kant heb je dus die momenten van sterkte, van kracht. Aan de andere kant had je ook een slachtoffermoment. Om toch eventjes te benadrukken, wel, af en toe is die man toch ook nog nodig. We hebben ze nog steeds
nodig. Wat is dan de conclusie, of een voorzichtige conclusie, die ik met jullie wil delen? Was de eerste superheld een vrouw? Wel, laat ons gewoon even opsommen wat ik net heb verteld. We kunnen dat even terug samenvatten. Wat we wel zien, of wat we kunnen stellen, is dat in de jaren 10, in het algemeen, en dat geldt niet alleen voor deze serials, maar in het algemeen, domineerden vrouwen en vrouwelijke filmsterren het scherm. Zij brachten de meeste mensen naar de zalen, brachten het meeste geld op. Als je kijkt naar de personages zelf, zij redden vrienden, redden familieleden, redden soms mensen die vastzitten op een los op hol geslagen trein, redden hele steden en dorpen van een of andere mini-apocalyps en allerlei onheil. Dat is toch wel behoorlijk heldhaftig te noemen. En natuurlijk, ze waren toppers aan de box-office. Ze brachten heel veel geld op en gaven Hollywood natuurlijk, of het ontluikende Hollywood, op dat moment mogelijkheden om verder te groeien tot een volwaardige, niet alleen entertainende, maar ook een esthetische industrie. Dus wat dat betreft is voor mij het antwoord op de vraag: was de eerste superheld van het witte doek een vrouw? Dan durf ik te zeggen ja. Dank je wel.